Zo, vuurproef. Hij heeft het één keertje gedaan. Dus in principe hebben we hier onder de bak hebben we de vermaler. Die komt in het gootje en die zou hem zo flop in de bieten moeten doen. Of een beetje schuin onder de bieten gooien. Oeh, spannend, spannend. Kijk hoe we dit kunnen zien. Terwijl ik hem duw. Wacht, deze even aan de kant. En de bezem ook. Zo, we hebben het al een aantal keer geprobeerd. Maar nu is het van de vuurdoop. Van de koffiedik strooien. Ja, het idee is heel simpel. En dan de uitvoering. Dus in principe hebben we weer een driewieler gebouwd met erop een container waar alle koffie in kan. Het voorwiel drijft daar een tandwiel aan op deze grote as. Dus dit soort schoeperad, dat gaat half in de bak. Schoeperad, bak. En die graaft het onderuit de bak. Zoals het goed is, zakt het allemaal door zijn eigen gewicht naar beneden. Komt op het schoeperad. Komt op dit gootje en valt dan aan de zijkant. Nou, compost is notoire moeilijk. Omdat het nogal verschilt in structuur en vochtigheid en of het plakt of niet. Nou, onze koffie helaas ook. Ik dacht, het zijn allemaal kleine stukjes, dus dat gaat wel goed. Maar als het droger is, dan kruimelt het meer dan als het dunner is. Niet? Of als het natter is, niet. Dus hij staat nu op zijn maximaal plakkerigst. Dus we gaan even kijken wat hij doet. Kijken of ik dit kan filmen en rijden tegelijkertijd. Nou, we gaan het zien. Ja. Nou, je ziet, het komt wel op de goede plek terecht. Maar hier maakt hij dan toch een soort van kuil. Nou, dat hoop ik op te lossen door het vannacht nog op een groot dekzeil gewoon te laten drogen. Dat is in ieder geval morgenochtend minder vochtig. En dan de deksel, die ligt daar. Die komt erop en dan kunnen we het hele ding echt goed vol stouwen. Doordat er meer gewicht op zit, zou die meer moeten instorten. Zodat hij geen gat exact om het schoeperad heen maakt. Maar we gaan het morgen zien. Oké, we staan op het land. En excuses, want ik heb het eerste stukje wel geprobeerd zonder te filmen. En eigenlijk gaat het best wel goed. Heel verbaasd. Even kijken of het nu weer lukt om te filmen terwijl we duwen. Iets meer dan ik had gedacht, maar eigenlijk gaat het best wel goed en het grootste gedeelte belandt inderdaad op de hoop. Dus nou, best tevreden. En van binnen is er ook niet meer zoveel over, dus we kunnen gaan bijvullen. En dan hopen dat we de rest ook halen. Ik denk waar dat begint is ongeveer de helft. En dit is ongeveer een derde van het spul, dus misschien dat we nog een vijfde of zo tekort gaan komen. Nou, best aardig. Dan beginnen we met de bietjes die het meest nodig hebben. Oké, als we het hebben over nodig hebben. De bieten aan het eind zijn echt gewoon gigantisch. Dus misschien dat we deze toch, dit is de bufferzone. Dus misschien dat we deze dan toch iets eerder gaan oogsten dan de oogstdag. En ook al wat ingemaakte producten kunnen laten proeven. Maar dat ga ik eens even overleggen met het hoofdplanning.